stemt de Bond voor Belangenbehartiging Gepensioneerden, BBGO, goed dat Suriname is toegetreden tot de OAS-conventie voor bescherming van de mensenrechten voor oudere personen. Shirley Ong-Akwi Abendanon, BBGO-woordvoerder, zegt dat de regering van Suriname zich hiermee zal moeten houden aan de rechten die zijn opgenomen in deze conventie. Deze overeenkomst moet namelijk ervoor zorgen dat oudere personen even waardevol behandeld worden als alle anderen in de samenleving. Op dit punt heeft de regering nog wat werk aan de winkel. Ouderen in de samenleving zouden niet in dezelfde mate gewaardeerd en bedacht worden als de actief dienende burgers. We hebben nu toch, hoe noemen ze dat, toekenning en ondersteuning gegeven aan de actieve landdienaren. Maar ze denken, die ouderen, jullie zijn niet actief, dus jullie krijgen niet alles, jullie krijgen een deel. Snapt u? Ja. Terwijl die ouderen vaak nog meer onkosten hebben dan de actieve mensen die actief werken. Mm-hmm. Kijk, als je jong bent, heb je bepaalde dingen die heb je niet nodig. Ik geef maar een heel eenvoudig voorbeeld. Welke jongere heeft bijvoorbeeld een looprek nodig? Of een rollator, of een loopstok, noem maar op. Weet je, die dingen kosten allemaal heel veel geld. Maar men denkt van, nou, jullie zijn oud, jullie gaan niet. Ik weet niet hoe men denkt hoor, over ouderen. Maar dat zijn die dingen waarvan je denkt, oh nee, de ouderen worden niet echt. In Suriname althans hoor, in Suriname echt gelijk behandeld als de jongeren. De BBGO vecht volgens Ong-Akwi sinds 2017 voor ratificatie van het OAS-verdrag voor ouderen, welke uiteindelijk in maart 2021 werd geratificeerd door president Chandrika Prasad Santokhi. Het instrument van toetreding echter pas op 8 mei overhandigd aan de secretaris-generaal van de OAS. Ong-Akwi Abendanon zegt dat het de taak is van een ieder om erop toe te zien dat de overheid zich houdt aan deze conventie. Ik hoop dat inderdaad als in voorkomende gevallen dat de overheid zich daaraan houdt en in het geval dat het niet is, dat niet alleen de BBGO, want dit geldt natuurlijk voor alle andere organisaties die met ouderen te maken hebben, dat die echt aan de bel trekken bij de overheid en wijzen hierop. Het is een presidentieel besluit van 26 maart 2021, dat men zich de overheid daarop wijst en zegt van kijk, jullie hebben dat toen geratificeerd, doorgestuurd naar de OAS, dus jullie moeten zich wel eraan houden en weet je, geef ons wat ons toekomt. De conventie wil stimuleren dat de samenleving zich aanpast aan een grotere aanwezigheid van ouderen en dat dit in het overheidsbeleid zichtbaar moet worden. Het gaat om beleid dat gericht is op inclusiviteit, participatie en integratie van de ouderen. Er behoren wetten en programma's te komen tegen misbruik, verwaarlozing, verstoting, slechte behandeling en geweld tegen ouderen.